onder het thema Samen beleven versterkt het leven heeft de stichting Women United Suriname, WUS, de seniorenburgers van Huize Asiana vandaag een verwendag bezorgd. De stichting vindt dat seniorenburgers niet verwaarloosd mogen worden en probeert door middel van diverse activiteiten de belangen van deze groep te behartigen. Behalve eten en drinken kregen de seniorenburgers ook een manicurebehandeling en een schoudermassage. WUS-directeur Roseline Daan benadrukt dat het niet slechts om de gezelligheid gaat bij deze activiteit. Het gaat niet alleen om de gezelligheid. Het gaat erom dat de mensen de aandacht en het respect krijgen dat zij verdienen. De stichting WUS feliciteert alle moeders morgen met Moederdag. En dat wij, ongeacht de omstandigheden, toch wel willen onderkennen dat de moeders die speciale en belangrijke plek verdienen in ons leven. Sociale zaken-directeur Armand Snijders, die minister Polak vertegenwoordigde, ging in op de plannen van het ministerie op het gebied van seniorenburgers. We onderkennen als ministerie het belang van degelijke, oftewel deugdelijke huisvesting en zelfstandig wonen van seniorenburgers. Zowel de Huize Asiana in de zogenaamde hofjes als door samenwerkingsovereenkomsten met andere particuliere organisaties, zoals Huize Albertine, zijn wij dus bezig. En met het oog hierop zal dus zoveel als mogelijk thuiszorg worden aangeboden aan deze toch wel belangrijke doelgroep die wij helemaal niet mogen vergeten. In het kader hiervan heeft de Raad van Ministers goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het project bestaande thuiszorgverlening. Herstructurering thuiszorgdienstverlening. En het doel hiervan is om de bestaande thuiszorgdienstverlening vanuit de overheid te verbeteren en het landelijk beschikbaar te maken voor alle behoeftige burgers. Aldus sociale zaken-directeur Armand Snijders. Hij sprak vandaag bij de verwendag die gehouden is voor seniorenburgers van Huize Asiana.